laat Sankar aan het volk komen vertellen op welke manier of op welke slinkse manier hij hoeveel percelen, bouwkavels, ik heb het over bouwkavels, ja, heb genomen. Wanneer jij als bestuurders aan bouwkavels komt, ben je een mislukte hyena. Ja, een hebzuchtige gier ben je. En je hebt niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, maar 14 en misschien nog meer. Voor jezelf en onder. En dat komt het. Onder andere namen. En hij moet niet denken dat dat niet bekend is. Dus wanneer hij dat heeft gedaan, dan moet hij meneer Lachman gaan verdedigen en praten over ethiek en moraal. Laat u mij één ding zeggen. Wanneer men over ethiek en moraal praat, dan is deze man Sambhu. Ja? Anders ken ik hem niet. Die zich uitgaf als DC in het district. De laatste persoon die over moraal en ethiek kan praten. Onthoud wat ik u zeg. Deze man, Sambhu Sankar, is de laatste man in deze wereld die over ethiek en moraal kan praten. Meneer Farma, wanneer jij in dronkenschap, naseme, wanneer je 5, 6 flessen gratis soepie zo hebt ingeschonken, Sambhu, en met meneer Sukha, en een zekere meneer Dubé, of hoe hij heet, die hier academie is komen stichten om lessen te verzorgen op masterniveau. Die naam ken ik niet, zoeken jullie, maar ik denk dat moet een Dubé moet zijn. In Sasa, in een bar, ben gaan rotzooien. En je hebt daar allemaal. Maar jij hebt als DC een flink pak slag gehad van Weyland en Suresh Mahangu. Die hele keu is kapot gegaan op die rug van je. Je bent weggerend, je schoen achtergelaten. Je bent door een industrieel opgepikt en naar huis gebracht. Maar jij weigerde, want ik ook kwam in vizier, ik werd gebeld. En jij weigerde om naar de politie te gaan. Wat voor DC, wat voor moraal en ethiek was dat? Je hebt de kas leeg geplunderd. Is dat ethiek en moraal? Jij bent niet vrijgesproken. Als ik, Rashid Dukhi, was verschenen als getuige. Ik was opgeroepen, Sambhu. Was opgeroepen, maar ik heb jou beschermd. Dat moet je aan de mensen zeggen. Want als ik was verschenen, zat je nog achter de tralies. Omdat ik onder ede, ook als DC, ik ben nog steeds DC, met hoog ethiek en moraal, dat weet jij. Kon ik onmogelijk gaan liegen. Ik zou de waarheid moeten praten. En dan was je misschien voor je leven achter de tralies. Ja? Onthoud dat. De rechter heeft daarom, omdat niemand meer de bewijzen. Je hebt al gezeten je 2, 3 maanden daar. En bij gebrek aan bewijs ben je naar huis gestuurd. Dus ga niet denken, je bent vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Ja, de rechter heeft gezegd, asaptak idu ifuru, maar het bewijs is nog de juridisch. Wanneer jij voor Lachman opkomt, voor grondpapieren, en je wil niet dat het in het openbaar gebeurt, heb jij altijd in het geheim, je bent tapadoro, kamari darwaja, tu bande karatrehe, Jamanei op een grondadvies aangetreden. Wanneer die mensen zelfs naar mij toe moesten komen voor eindadvies, was dat ontboden. Ze moesten gewoon daar buiten wachten om daar naar binnen gelaten te worden. Om hun eindadviezen in ontvangst te nemen. Als ik even die situatie weer mag schetsen. Je had het secretariaat. Er was daar een wachtkamer om binnen te kunnen gaan bij de DC. En precies waar die wachtkamer zit, daar precies daar was uw kamer, als ik het goed had. Ik kwam toen de tijd wel als mediaman daar vaker binnenvallen. Hij was machtsdronken. Dat heb ik niet gehoord, dus het zal nu waar zijn. Dat heb ik niet gehoord. Maar in ieder geval, als die dame dat zegt, dan zei ik je dat ik het uit andere bronnen heb. Je moest daar binnen gaan. Dus dat wilde je.
Dat is ethiek en moraal, dat achter in een kamer dingen gebeurden die niet konden. Daarom had je zoveel ontruimingen in het district Sankar toen jij DC was. Daarom had je zoveel dubbele uitgiftes. Daarom had je zoveel problemen. Nu zijn die problemen opgelost, want niemand kreeg dat. En dan kom je, dus je Iwani tak mevrouw Santu en DC Julum Singh. Mogo bakaden doro go do de rotzooi sa ibedu. Ethiek en moraal, ja. Laat me je eens zeggen. Ja, om dat te staven. Hij geeft aan een zekere meneer Hoashu. Ja, een meneer Hoashu. Ja, geeft hij op 19 september 2007 een advies. Ik ga niet lezen. Ik ga wel DC-nummer 593-07D. Adres is van Pettenpolder. Ja. Nummer 98, thans nummer 1970. Ja. Indien het voornoemde perceelland nog tot het vrije domein behoort en niet is toegewezen aan een ander, bestaat er mijnerzijds geen bezwaar tegen de inwilliging van het verzoek. Heb je Nederlands? Je kan gewoon zeggen, minister, ik heb geen bezwaar klaar. Wie werd deze zei dat? Wie schreef je? Minister, sorry, ik heb geen bezwaar. Maar mooi Nederlands, dat mag vroemoes maar, toch? Ethiek en moraal. Maar ethiek en moraal gaat verder, dat 2-3 dagen daarna, een zekere Risti die daar werkt, ja, op de afdeling werkte dan, meneer Farma, een zekere Risti, krijgt een paar dagen daarna. Misschien kunt u de datum ook aangeven dat men dat. Ik hou het nog geheim. Ik ga het publiceren. Ik ga het publiceren en nog meer. Zelfde perceel. Zelfde kaart. De mafroma akarta. En hetzelfde weer. Dus binnen 3 dagen. Dus Yusuf Kangoriken uit. Indien het vernoemde perceelland nog tot het vrij domein behoort en niet is toegewezen aan een ander, bestaat er mijnerzijds geen bezwaar tegen de inwilliging van het verzoek. Reulluke Olaad, ethiek en moraal. Deze man moeten we nu noemen ethiek en moraal. Precies hoe ze nu Matai noemen dokter Tinga. Ja, moeten we hem noemen ethiek en moraal. Het kan niet. Heb je werk niet goed gedaan, want je hebt achter die deuren dat gedaan. Dat je binnen een week aan 2 personen hetzelfde geeft. Damatramaitika grondamai sering. Kinderen van de lagere school. Wanneer iemand die districtscommissaris is van het district. In zijn tenue. In zijn DC-pak, in een bar stapt, gaat drinken, belabberd raakt, ik weet niet eens of die rekening nog is betaald, in uniform, zit je daar te slapen, ja, te brabbelen, schande voor het district. Is dat ethiek en moraal? Ik ga kinderen van de school deze foto, tot slot, meneer Farma. Bhai, bahino, dekho, moraal, ethiek en moraal. Deze hai. Deze is gemaakt in de bar, in een bar in de nationaal of het nationaal project. Bij oom Henk, waar hij ons de schande heeft gelegd, in uniform, tijdens werktijden. Deze foto is gemaakt precies 10:40, ja, op een donderdagochtend, waar je moest werken. Is dit
ethiek en moraal. Ik had het ook over iemand die zelfde advies heeft gehad. En die man staat met de DC met een Heineken in een bar. Mede verantwoordelijk. Dan ben je mede ethiek en moraal ten gronde. Eigenlijk zou jij, als jij niet meedeed aan de praktijken, dan zou deze man de DC moeten zeggen, DC kan niet kogwe. Maar je sluist de man, je maakt de man dronken, zodat de man ook stukken van jou kan tekenen. Deze foto, Farma, gooi ik weg, man. Dit kan niet, dit is belediging. Deze man moet nooit meer op de televisie verschijnen en praten over anderen. Over ethiek en moraal. Je bent een schande. Ja, voor land en volk en omgeving zelf. Dat je dit land zo hebt beledigd. Je hebt de Surinaamse vlag neergehaald. De waardeloze wiezen jij. En dan praat je over ethiek en moraal.